Vandaag laat ik je zien hoe je een lipstick tekent. Ik begin met het tekenen van een druppel. Aan beide uiteinden teken ik twee gebogen lijnen en daaromheen teken ik een band. Eigenlijk is het een soort zwembandje. Dan teken ik daaraan vast een bakje en weer de zwemband. Dan teken ik nu een wat langer bakje. En die vul ik op met uitgerekte bogen. De streepjes met aan de bovenkant een bol. En de bovenkant vul ik in met kleine strepen die dicht tegen elkaar aan zitten. Aan de onderkant teken ik weer de zwemband. En op de bovenkant van de lipstick teken ik een krasje, zodat het lijkt alsof de lipstick lekker aan het glanzen is. Ik versier de tekening met krullen, kleine pareltjes en alles wat jouw lipstick mooier maakt. Want dat is het leuke aan je eigen lipstick ontwerpen. Dat kun je helemaal zelf bedenken. Hoe zou jouw beautyline eruit zien? We zitten alweer op dag 44. De tijd gaat zo snel. Ik zie jullie morgen, dezelfde tijd. En je weet het, je kunt de tekeningen altijd naar me opsturen.